Vandaag ga ik een aantal vragen stellen aan onze adviseur Hubert Schokker over de bankiersed en het tuchtrechtbanken. Even een terugblik op 3 jaar tuchtrecht. Wat heeft de sector, de bankensector, in 3 jaar bereikt? Er zijn inmiddels ruim 80.000 medewerkers die de bankiersed hebben afgelegd en ook de verklaring voor tuchtrecht hebben ondertekend. Er zijn bij de Stichting Tuchtrecht Banken zijn ruim 100 meldingen binnengekomen. Er zijn ook al ruim 20 zaken geweest. Ongeveer 20% is daarvan aangebracht door consumenten. De rest is aangebracht door banken. Er is al heel veel gebeurd en de sector heeft echt een stap voorwaarts gezet. Als we ook te horen, is er al veel bereikt. Maar wat zijn nog de verbeterpunten volgens jou? Banken zijn gewoon op de goede weg. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Maar er moet ook nog wel het nodige gebeuren. Het is belangrijk dat de bankiers eet. Dat medewerkers daar heel bewust mee bezig blijven. Moet ik wel of niet een bepaalde hypotheek verstrekken aan iemand? Is het verstandig om bij bijzonder beheer een bepaalde lening te verstrekken? Het zijn dilemma's waar je als bankmedewerker tegenaan loopt en die je met elkaar gaat bespreken. En met betrekking tot de tuchtrecht is het belangrijk dat er veel gemeld wordt, als er tenminste aanleiding voor is natuurlijk, maar dat het bewustzijn om te melden dat nog verder toeneemt, dat daar goed over gecommuniceerd wordt. Dat klanten weten dat de mogelijkheid er is om een klacht in te dienen. En ook banken dat ze het van belang vinden om te melden als er zaken zijn die zich voor tuchtrecht lenen. En dan iets heel moois. Op 19 juni ben je uitgenodigd om te spreken voor het Belgisch parlement over de bankiersed en het tuchtrecht. Waarom hebben ze je uitgenodigd? Het past binnen een bredere trend die er op dit moment is met veel aandacht voor gedrag en cultuur. Je ziet het ook bij de Europese Centrale Bank. Dus in het buitenland is er ook veel aandacht geweest al destijds voor de bankiersed. En je ziet het nu ook terug in België. Dus ik reis graag naar Brussel af om daarover te gaan vertellen.